Het is altijd heel geestig als TV-sterren ervoor kiezen om keihard te gaan graaien bij een commerciële partij, zoals Eva Jinek vier jaar geleden deed. Tussen een talkshow maken op de ene zender of de andere zender zit natuurlijk niet zoveel verschil, dus om te verhullen dat ze keihard voor het geld kiezen, komen ze dan met allerlei smoesjes op de proppen. Eva riep om die reden dat ze bij RTL de kans zou krijgen om haar eigen platform te ontwikkelen. Dat platform bestaat uit de website evahinek.nl. Op de beginpagina staan momenteel nog altijd de tenenkrommende filmpjes die Eva twee jaar geleden opnam met de vriendin van Tim Hofman en een nieuwsbrief die ze af en toe verstuurt. Dat hele platform stelt dus nauwelijks iets voor. Eva begon op een gegeven moment zelfs in de ruimte te kletsen over dat ze dwangmatige gedachten over haar trapleuning heeft. Natasha Harlequin heeft het met een schuin oog gevolgd en vindt dat platform van Eva niet serieus te nemen. Nou, dat heb ik in de gaten gehouden, maar daar vond ik niet heel veel aan. Dat platform. Ik snapte gewoon niet en dat kan aan mij liggen welke kant ze nou uit wilde met dat hele platform, zegt ze in shownieuws. Dat platform had geen duidelijk format, meent Natasha. Ging het nou meer over leiderschap of over vrouwen en feminisme? Want dat was het op een gegeven moment. En toen ging het daarna weer over koken. Ik was de kluts helemaal kwijt. Het is Eva niet gelukt om Natasha als volger aan haar platform te binden. Maar was je er wel lid van? Vraagt collega Bart Ettekoven. Natasha daarop, nou, ik zag het soms voorbij komen op Insta. Ik was dus geen lid, omdat ik niet snapte waar ik dan lid van moest worden. Wat ik hoop te zien, en waar ik haar echt heel goed in vind, is gewoon keihard interviewen. Dat. Er zat volgens collega Iris van Lunenburg wel echt een heel team op dat platform. Er was een hoofdredacteur en er waren andere jonge journalisten bij betrokken. Bart is verbaasd. Dat heeft me een geld gekost en ik vraag me af wat dat dan heeft opgeleverd. Iris, ja, dat is een goede vraag.